Het wordt tijd dat we onszelf opnieuw uitvinden. Daar is vernieuwing voor nodig. Totale vernieuwing, maar ook deels teruggrijpen op oude waarden. Nederland doet het eigenlijk heel goed. Elke keer als ik uit het buitenland terugkom naar dit land, dan denk ik, god, wat hebben we het eigenlijk hier goed voor elkaar. Maar we hebben wel een paar hele serieuze problemen. Dus bouwen aan een nieuw Nederland is buitengewoon hard noodzakelijk. We moeten onszelf opnieuw uitvinden. De veranderingen waar wij nu voor staan zijn zo complex en zijn zo diepgaand dat het laaghangend fruit is geplukt. We zullen nu echt dieper moeten graven. We leven nu op een moment waarin veel van wat er in de afgelopen 100 jaar is opgebouwd begint te dysfunctioneren. Eigenlijk niet goed is voor de 21ste eeuw. En onderdeel van de vernieuwing die we moeten gaan realiseren is dat we veel meer accent leggen op wat van gezamenlijk belang is. Je moet nu actie ondernemen, want anders is het te laat. Maar wel vanuit een langere termijn perspectief. Dit is het moment om te bouwen aan een nieuw Nederland. Er hebben 150 mensen meegedaan. Dat is een behoorlijke uitdaging, kan ik u vertellen. Maar ze hadden allemaal dezelfde inspiratie. Ze wilden iets veranderen. Kijk, wij willen allemaal die maatschappij beter maken. 150 mensen, 150 ideeën. Het is een hele diverse groep van achtergrond, maar ook van leeftijd. En dat geeft ook al aan dat er in de Nederlandse samenleving is er best energie om na te denken over hoe moeten we die toekomst vormgeven. Je kunt het niet meer alleen. En de groepen waren fantastisch om dat ook te ervaren. Ideeën van allerlei kanten. Prachtig voorbeeld van betrokkenheid van heel veel mensen bij heel veel goede ideeën, die dan opgeteld in dat 150 ideeën klinkt veel. Maar als je het in alle onderdelen opsplitst, is het weer per onderdeel is het een overzichtelijke set van concrete aanbevelingen. Mijn favoriete bouwsteen uit de inleiding is die menselijke maat. Ik denk dat als mensen elkaar durven aan te spreken op gedrag, op waarom doe je dingen, zou je dingen ook niet anders kunnen doen. Dat zou een enorme kracht zijn. De menselijke maat. Dat was een waarde die we vroeger kenden met zijn beperkingen, maar die we een nieuwe vorm en inhoud moeten geven. En dat betekent veel meer betrokkenheid van de burger bij het dagelijks wel en wee van onze maatschappij. In dit land hebben we de zaken ongelooflijk goed georganiseerd. Laten we ook dat compliment geven. Maar je kan het ook overorganiseren. En we hebben heel erg de neiging om alles in processen te stoppen. We hebben alles opgedeeld in systemen en in plaats van echte mensen. We zijn een soort gerobotiseerde maatschappij geworden. Een groot deel van de kennis is in de samenleving. Dat vind ik een belangrijke. Maar als we wel voorbij het idee van het individu gaan. Dus niet de burger die we een dienst verlenen of die klant is. Maar echt de burger als citoyen, zeg maar. Als een betrokken persoon met kennis en kunde die ook verantwoordelijkheid kan nemen. Op het moment dat je mensen erbij wil betrekken, dan moet men natuurlijk het idee hebben dat het niet iets is waar men geen enkele invloed op heeft. Dus menselijke maat is van cruciaal belang. In de inleiding van het boek, de bouwsteen die mij eigenlijk aansprak, dat was eigenlijk maar één woord, planeet. It covers it all voor mij eigenlijk. We zijn in de industriële tijd een beetje het zicht kwijtgeraakt op het feit dat wij niet, zeg maar, losstaan van andere vormen van leven, maar dat we gewoon feitelijk onderdeel zijn van het geheel van het leven, van het web of life. Dat is wat we ons nu moeten realiseren en van daaruit het leven vormgeven. Ontwikkel een land met een plan vind ik zelf een hele mooie. Dat langere termijn perspectief schetsen van Nederland over 80 tot 100 jaar. En kijken wat voor invloed dat heeft op beslissingen die je nu moet nemen. Dus infrastructuur, mobiliteit, woningbouw. Maar vooral ook met burgers samen. In alle drie de velden waarin ik mee mocht denken, was er een uitdaging die terugkwam. En dat is de uitdaging dat we vasthouden aan de status quo. Dat we beschermen wat we hebben. Terwijl als je een fundamentele verandering door wilt gaan, zul je dat moeten durven, willen en kunnen loslaten. De bouwsteen die voor mij het belangrijkste is, past ook bij dat durven loslaten, dat is experimenteren. Een open lerende houding gaat ons het verst brengen als het gaat om fundamentele veranderingen. Burgerbuddy is een idee wat er om gaat, dat we voor gezinnen die intensief met de overheid te maken hebben, en dat zijn er bijna 2 miljoen in ons land, dat we daar
één persoon voor aanwijzen binnen de overheid die het contact onderhoudt. In plaats dat die te maken heeft met 10 instanties. De grote uitdaging voor het digitale domein is het terugwinnen van onze soevereiniteit. Dat betekent dus het opbreken van Big Tech en de positie die dat inneemt. En het tweede daarvan is ook optimaal onze eigen creativiteit en innovativiteit inzetten om het alternatief te bouwen en te maken. Dat is ook een enorme kans. De laatste 20 jaar zeggen we hebben informatietechnologie, allemaal computers. Daardoor kunnen dingen groter worden, ja, want we kunnen iets groters aansturen. Maar informatietechnologie maakt het mogelijk om kleinschalig te organiseren. En dan aan elkaar te koppelen, het kleinschalige aan elkaar te koppelen. Dus technologie leidt tot mogelijkheden voor het kleinschalige. Terwijl het enige wat we tot nu toe hebben gedaan is technologie gebruiken om dingen groter te maken. Weg van de menselijke maat. Het favoriete idee wat er volgens mij uitkomt, dat is eigenlijk het idee wat het allemaal samenraapt. En dat is dat je zorgt dat je op wijkniveau, op straatniveau eigenlijk de klassieke buurtschap samenstelt. We moeten naar een democratie die eigenlijk een burgerdemocratie is. Waarin in de beleidsontwikkeling burgers bijvoorbeeld via burgerpanels, dat is ook een belangrijk thema, hun inbreng kunnen leveren. En daarmee ook degene die ons daar in Den Haag vertegenwoordigen voeden op een permanente basis. En op die manier een levende democratie maken waarin we de grote vraagstukken van deze tijd en de draaien die we moeten maken gezamenlijk kunnen vormgeven. Dat je een groep mensen hebt die bij elkaar zijn georganiseerd met elkaar en die zich gaan bemoeien met niet alleen wat ze willen in die straat of in die buurt, maar ook handen en voeten gaan geven aan de uitvoering. Als we kijken naar de toekomst van steden en de kijk op mobiliteit in die steden, gaan we dat baseren op de 10-minuten stad. Alles binnen 10 minuten, lopen of misschien fietsafstand. Is dat niet geweldig? Kom je ook al je buren tegen. Lekker een beetje wandelen op straat, mensen ontmoeten en misschien wel een beetje flirten. Ik denk dat we op een hele andere manier moeten gaan kijken naar mobiliteit. Die 10 minuten stad vind ik interessant omdat dat juist niet technocratisch is. Maar vooral gaat over hoe wij steden inrichten. En hoe wij leven en werken en wonen en met elkaar ook willen leven en werken en wonen. We hebben een hele verzameling ideeën. Ja, en sommige ideeën zijn op zich ook helemaal niet nieuw, maar zijn er niet. Een idee dat eigenlijk in alle drie de groepen terugkomt, maar in andere woorden. Dat mij enorm inspireert en dat is het beprijzen van dingen die waarde hebben, maar op de markt nog niet verhandeld worden. Wij zijn altijd genegen, nu ook met die hele discussie over klimaat. We hebben altijd in ons hoofd. Wij moeten het goede subsidiëren. Maar dat is zo verschrikkelijk inefficiënt. Je moet het kwade belasten. Dat levert één, levert geld op en kost geen geld. Dus levert geld op. En dat betekent, door dat te belasten, heb je geld te besteden om misschien het kwade te helpen om die transitie te maken naar het schone. Dus niet zo noodzakelijk dat we het kwade kwijt willen, maar we willen zorgen dat ze meekomen. Kom met een carbon tax. Kom met een tax op ongezond voedsel, vet, zout, suiker. Combineer het. Zet de financiële prikkels aan op zo'n manier dat wat van waarde is, ook een prijs krijgt. We moeten in de komende tijd op hele nieuwe manieren gaan werken. En dat moeten we doen met een verouderende, vergrijzende beroepsbevolking. En het is dus cruciaal dat we mensen helpen om zich te equiperen om in die economie van de 21e eeuw hun rol te kunnen spelen. Wat we geleerd hebben in dat hele Meer Wel project is dat we met 150 mensen geweldig veel ontwikkeld hebben en het ongelooflijk vaak met elkaar eens waren. Ondanks enorme verschillen in die groep. Als we die verschillen weten te overbruggen, met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar aan te spreken en te zorgen dat allerlei verdelingen en tweedelingen verdwijnen, ben ik optimistisch. Ook anderen weer gaan betrekken, zodat we een soort beweging krijgen die gaat zorgen dat ideeën hieruit opgepakt gaan worden. Hoe komen we van ideeën tot uiteindelijk dat er iets verandert? De ouderen, wij moeten meedenken over ideeën, we moeten ideeën komen, we moeten 100 keer herhalen. Maar uiteindelijk hebben we de energie van de jongeren nodig en ook het ondernemerschap van de jongeren nodig. Meer wel, beter omspringen met de aarde, met het milieu. Beter omspringen, ook als mensen onder elkaar, met elkaar. En op die manier
eigenlijk de kansen die zich nu voordoen om een betere samenleving te maken, om die te grijpen. Als je wel naar elkaar wil luisteren en wel open staat voor andere ideeën en wel mensen wilt helpen en samenwerken, dan heb je enorme mogelijkheden.